Ik ben geboren in 1981 in Londen. En sindsdien ben ik in mijn leven meer dan 30 keer verhuisd. Inmiddels waarschijnlijk nog wel meer, bedenk ik me nu. En ik weet niet zo goed waarom mijn moeder met ons zo vaak is verhuisd. Maar ik weet wel dat het iets te maken had met betere kans creëren voor ons qua educatie. En achteraf gezien trok ik me een beetje terug in mijn eigen wereld. En ik werd veel gepest. En ik voelde me heel erg verantwoordelijk ook voor ons gezin als kleine mami. Mami betekent ook moeder. En mijn moeder die was altijd een beetje druk bezig. Dus ik was ook tweede moeder in huis. En er gebeurde van alles waardoor ik niet zo goed wist waar ik nou thuis was. Dus dat was eigenlijk een meisje dat niet van zichzelf hield. Dat niet zo goed wist wie ze was. Dat een beetje verdwaald was door alle reizen. Ik was vanochtend weer verdwaald en ik moest ook lachen. Ik denk, volgens mij hoort dat gewoon bij mijn leven. Dat ik om zoveel tijd ben ik hopeloos verdwaald. Maar het is oké. Weet je, het is gewoon goed. Ik raak er niet meer zo van in paniek. En mijn thuis is nu ook een plek geworden in mezelf. Ik heb inmiddels een prachtig dochtertje van 8, Ella. En zij is ook mijn thuis. Waar we samen zijn, dat is ons thuis. En het is net zo'n heerlijke hippie als ik. Zij willen ook zo op een eiland wonen. En ze wil de wereld bereizen en alles zien. En ik merk dat ik vrij moeiteloos ook over de moeilijke dingen kan praten. Omdat het nu heel goed gaat. En omdat ik kan zien, ik zit nu heel anders in mijn vel dan toen. Ja. Maar waar heb je dan zoveel kracht van kunnen krijgen? Waar heb je in de tussentijd zoveel... Hoe heb je jezelf naar bovenop gestampt? Liefde! Dat is het enige, voor mij is dat het enige antwoord dat in mijn hoofd en mijn hart en mijn lijf en spiritueel en wetenschappelijk op alle mogelijke manieren klopt. Voor mij is liefde een soort sleutel dat alle deuren opent. Ik denk dat dat is wie we zijn. Het is ook datgene waarvan ik denk, als je dat opzij schuift of niet genoeg aandacht geeft, dan gaat het niet goed met je. Even jouw motto. Voel je goed, kleed je beter. Ja. Wat is jouw missie? Als je je goed voelt, dan krijg je ook zin om je daarna te kleden. Mm-hmm. Dus om je goed te kleden en uit te stralen. Het mag gezien worden. Heeft ook te maken met je lichaamshouding. Als je niet lekker in je vel zit, ben je wat meer voorover gebogen. Je maakt minder oogcontact. Ja. Dan zou je kunnen kijken naar wat je draagt. Weet je, draag je kleren die passen bij het leven dat je wilt leiden? Of pak je gewoon blindelings wat al 100 jaar in de kast ligt. Zo van, ik moet maar gewoon wat aantrekken. Ja, maar dat bepaalt ook een beetje je rol, toch? Ja. Ik kom als stylist ook bijna iedere dag vrouwen tegen, mama's tegen, die zeggen, ik ben niet belangrijk. Het gaat om de kinderen. Het maakt niet uit dat ik al 2 jaar niet naar de kapper ben geweest. Of dat ik nooit meer een avondje voor mezelf heb. Wat ik nu meemaak met dit boek en het festival heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Mijn boek Prinses Mama of Princess Mama, want eerst heb ik het in het Engels geschreven en toen in het Nederlands. Dat is een boek voor grote en kleine meisjes die voor altijd prinses willen blijven. En ik kwam op het idee om een festival te organiseren. Dat is dus The Best Life Book Festival. The Best Life Book Festival, dat is bedoeld als een inspiratiefestival voor mama's. Onze slogan is, nu is mama aan de beurt. Het is de bedoeling om de moeders compleet te overdonderen. Mm. Met heel veel verrassingen. En het is gratis toegang voor mama's. Dus je hebt geen excuus. Remember me. You know that I have to leave.